Wat mannen willen is het regiedebuut van Philippe Peters. Na een debuutfilm stellen we altijd de vraag: was het een goede regisseur? Wel in dit geval nee. Waarom deze remake van een remake gemaakt werd zonder er iets extra aan toe te voegen of zo, blijft voor mij volledig een raadsel. Ik denk dat Philippe Peters gewoon wou bewijzen: "Kijk, ik ben ook een regisseur." Wat mannen willen neemt geen enkel risico en blijft behoorlijk eentonig. We krijgen de personages voorgeschoteld, we haten ze of we vinden ze leuk. In de tweede helft van de film krijgen we een pakvol, poordenvol drama, zoals dat dat blijkbaar in elke Vlaamse komische film moet gebeuren. En poef! Einde. Iedereen die geen happy ending verdient, krijgt een happy ending, en degene die wel een happy ending verdienen, krijgen geen happy ending. En dat is Wat Mannen Willen. De acteurs in Wat Mannen Willen doen het behoorlijk goed. Jonas van Heel is Jonas van Heel. Adriaan van der Hoof kan dus blijkbaar behoorlijk acteren. Tom Oudenaar doet wat dat hij meestal doet: de schattige zielenhaard spelen. En Bent Segers laat je vergeten dat hij aan het acteren is. Bent Segers verdwijnt in deze rol. Hij stal voor mij de spotlight in de film. Maar jammer genoeg zit de film niet strak in elkaar en heeft hij niet echt structuur. Philippe Peters maakte veel gebruik van kleur. Dat is mooi, het ziet er mooi uit, het is een goed uitziende film. Het structuur en de tempo van de film is eigenlijk niet echt wat je vloeiend kan noemen. En de verhaallijnen laten je eigenlijk, als het er erop aankomt, behoorlijk koud. Adriaan van den Hoof is verloofd, maar hij beseft dat hij eigenlijk nog met andere vrouwen naar bed wilt. Tom Oudenaard is, zoals ik al eerder zei, de lieve schattige man in de film. En in deze film is hij op zoek naar liefde. Dit gaat natuurlijk gepaard met enkele grappige scenario's. Jonas van Heel maakt per ongeluk Evelien Bosman zwanger. Goed gedaan, tussen haakjes. En Ben Segers is een verzuurde man die ooit gelukkig getrouwd was met Nathalie Meskens, maar die nu ongelooflijk veel last heeft van agressieve driften. Ah ja, en dan heb je nog Louis Talpe, die een rijke muziekproducer is. Die op zoek is naar liefde. En wanneer dat hij de liefde heeft gevonden, dan dumpt hij haar vanwege zijn carrière. <laughs> de verschillende personages en de verhaallijnen zijn op toevallige manieren allemaal met elkaar verbonden. En eigenlijk heb je dat al genoeg eerder gezien. Nee, niet alleen in de originele Duitse film Mannenherzen. Waar wat mannen willen gebaseerd op is, maar ook nog op deze. En eigenlijk ontelbare andere romcoms met een ensemble cast. Ik ben een fan van Philip Peters, en om eerlijk te zijn had ik een klein beetje hoop dat dit een. deftige film ging worden. En dan zag ik de trailer en dan had ik behoorlijk rap door. wat dat ging worden. De film had eigenlijk niet echt een hoogtepunt. Wel, voor mij persoonlijk was er één hoogtepunt waarin Ben Segers al dan niet een persoon bij de krokodielen hooit. Maar dat is het ook. De film speelt zich af in hand. Maar dat kan je eigenlijk niet veel schelen. Of merken. Als je een film maakt <laughs> you know waarin je de stad waar de film zich afspeelt in de spotlight wilt zetten, wel, doe dat dan ook. Wat mannen willen? Geen idee. Op het einde van een film. weet je het nog steeds niet. De film krijgt van mij twee sterren, twee sterren, omdat de acteurs hun werk doen. De structuur van de film zit gewoon mis. Zo is er een bepaalde verhaallijn waarin dat er een man zijn partner bedriegt, en in 1, 2, 3 is dat terug opgelost. Door gewoon te zeggen van kijk, ik ben een domme gast, is het allemaal terug koek en ei. Alsof het dat ooit in taart zou gebeuren. Van hé, hey, sorry, ik heb je bedrogen. Ik ben met iemand anders naar bed geweest. Maar weet je, ik ben eigenlijk dom. Zullen we het er even verder doen? Yay, relatie opgelost! Ah, I love you! Op een bepaald moment wordt er een personage omvergereden met zijn of haar fiets door een auto. En dan moest ik direct terugdenken aan die ene scène uit uh, One Day, waarin Anne Hathaway wordt omvergereden met haar fiets door een auto. Ik moest lachen. <laughs> ik was, <laughs> Ik moest lachen. Die persoon werd omvergereden en ik moest lachen. Terwijl dat één van de drama-hoogtepunten was van de film. Ik moest lachen en ik ga naar de hel. <laughs> maar eigenlijk deed heel de film wat mannen willen mij constant denken aan andere, al dan niet betere romcoms. Je kan hem misschien een keer checken als je wilt, als hij op VTM gaat spelen over een jaar of zo, want dat zal het geval zijn, maar... Er valt wel iets beter te zien in de cinema. Zoals de Heidelheid, hate die er eindelijk uit is. En die ik vanavond ook zal gaan bekijken. Daar krijg je natuurlijk ook een review van. Ik ben er behoorlijk excited over. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.